singing. We can do anything if we put our mind to it. Take your old life and you put a line through it. My love is yours if you're willing to take it. Give me your heart cause I ain't gonna break it. So come away, starting to date. Start a new life together in a different place. Goedemorgen allemaal, ik zit op Schiphol, gezellig, met Sanne. Ik ben natuurlijk met Sanne in Turkije geweest en dit keer gaan we naar Out of Focus. New York, mega veel zin in. Voor mij 7 jaar geleden en voor Sanne de allereerste keer. Maar die heeft er ook mega veel zin in. Het is echt een van mijn favoriete steden. Ik heb het niet voor niks op mijn lijf getatoeëerd. Maar we gaan zo meteen om 9:15 vliegen. Het is best vroeg. Het wordt wel al licht, dus dat is fijn. Een vlucht van bijna 9 uur en dan nog eventjes met de taxi. En dan laat ik jullie zien waar we verblijven, wat we hier gaan doen, voor wie ik hier ben. En ik heb er in ieder geval mega veel zin in. Kerst, Thanksgiving, allerlei versiering. Gaat helemaal goed komen. Tot straks. We zitten bij de gate en ik heb letterlijk altijd wat, jongen. Ik ga nooit meer mee. Nu is er weer iets mis met het vliegtuig, dan moeten we wachten tot we erin mogen. We krijgen meer nieuws binnen een half uur, maar goed, dan zitten we er waarschijnlijk nog niet in. Ik ben nu al moe, maar goed, ik heb echt altijd wat. Of er is echt dikke vertraging, of er is iets stuk, of er is een of andere terreuraanslag die achteraf niet waar blijkt te zijn. Het is altijd iets, maar goed, wordt vervolgd. Nou, we staan inmiddels bij de bagageband. Onze vlucht is super snel verlopen. We zijn gecanceld, jongens. Super kut. Ik lach nu wel, maar ik kan wel janken. Onze vlucht is dus geannuleerd. We wachten op de bagage. Dan gaan we kijken of dat we nog kunnen vertrekken. Maar goed, wordt vervolgd. Oké, we staan weer in de rij bij de security voor de tweede keer. Maar we zijn omgeboekt en vliegen om 2:30 met KLM. Dus we zijn sowieso blij dat we überhaupt nog kunnen vertrekken. San, heb je er nog zin in? We zijn aangekomen, jongens. Eindelijk. Dit is onze kamer. En een heel vet uitzicht. Ook al zie je het nu niet zo heel erg goed. We slapen in het Citizen M Bowery. Midden in Soho. Dus ik ben mega benieuwd morgenochtend. Maar we zijn helemaal naar de kloten. De badkamer. Toilet. Douche. Gewoon super chill. En dit verlepte hoofd gaat lekker douchen. Morgen ga ik jullie uitleggen wat ik hier aan het doen ben en wat ik allemaal van plan ben te gaan doen. Sorry, we zijn nu zo moe dat ik toch niet helder kan nadenken en kan praten. Dus lekker naar bed. Morgen fris en fruitig New York ontdekken. Goedemorgen allemaal, we staan op de Brooklyn Bridge! Oh my god, het is inmiddels de volgende dag. Wat een rampendag was het gisteren. Maar gelukkig nog helemaal goed gekomen. We zijn hierheen gelopen vanuit ons hotel voor de zonsopkomst. Maar we waren een beetje verdwaald, dus we hebben hem niet helemaal meegekregen. Maar het is alsnog heel mooi licht zoals je kunt zien. Nu hebben we trek, gaan we wat eten en dan ga ik jullie helemaal uitleggen, zoals al 3 keer beloofd, wat ik hier aan het doen ben. Maar we gingen eerst voor goede foto's. Even lekker ontbeten en eindelijk sta ik op een rustig plekje, namelijk bij 9/11 Memorial. En kan ik jullie eventjes uitleggen wat ik hier aan het doen ben. Ik ben dus heel erg leuk op citytrip in New York met Thanksgiving. En dus ook al heel veel kerstversiering. En ik heb Sanne gezellig meegenomen, zoals jullie al konden zien. Dus die is ook helemaal blij. En we gaan allerlei toffe dingen doen. We hebben namelijk een samengestelde reis die we hebben geboekt bij VSCA Reizen. Zij kunnen dus de hele reis samenstellen naar jullie wensen. En voor iedereen die denkt dat dat dus extreem duur moet zijn, is absoluut niet waar. Je kan gewoon je eigen budget doorgeven. En dan kan je dus ook zo'n geweldige citytrip naar de Big Apple maken.
Ik zal eventjes de link onderin zetten. Jullie kunnen ze ook volgen op Instagram. Het heet dus VSCA. VS van de Verenigde Staten en CA van Canada. Ze doen dus reizen naar de Verenigde Staten en Canada. En ze kunnen alles voor je regelen. Ook hele uitbundige luxe dingen, maar ook gewoon toffe citytrips voor ieder budget. En daarom nemen wij jullie gezellig dit keer mee naar New York. En het is nu al fantastisch. We hebben eindelijk de Brooklyn Bridge gevonden en we zijn nu gelijk doorgelopen naar 9/11 Memorial, wat mega indrukwekkend is. Dus ik ga jullie het laten zien. We zijn na 9/11 Memorial teruggelopen naar ons hotel door Soho. Dus ik heb me even omgekleed. Want ik had het best wel warm. Dus ik heb nu gewoon een spijkerjasje aan. En we lopen as we speak langs Pietro Nolita. Ik denk Pietro, want het is Italiaans. Ze hebben hier dus gewoon allemaal pasta's en alles is roze. Jullie kennen het waarschijnlijk wel van Instagram. Super leuk. Ik ga ook een blog schrijven over allerlei leuke Insta hotspots hier in Soho. Dus die kunnen jullie later lezen op mijn website. En we gaan nu op naar een wolwinkel voor mijn zus. We staan op dit moment voor Paris Stations. En dit is een mega leuke vintage winkel in Soho. Zoals je kan zien hebben ze hele toffe merken en toffe tassen. Dus zeker een aanrader om een keertje te gaan kijken. We lopen vanaf de High Line hierachter naar de Vessel. Superleuk, als je de hele High Line uitloopt, dan zie je natuurlijk van alles wat. Maar wij zijn hier helemaal heen gelopen om de Vessel te bekijken. En ik zie hem hier al een heel klein stukje tussendoor. Kijk hoe cool. Zo te gek. Echt niet normaal die architectuur hier. En zeker deze allernieuwste aanwinst voor New York. We zitten bij Chloé's, de bekende vegan tent. En hoe leuk zijn deze verpakkingen, jongens. Dit is toch mega cute. We hebben frietjes gekocht en een cupcake als lunch. En daarna gaan we lekker terug naar het hotel. We zijn best wel ver weg. En dan een beetje chillen en vanavond misschien nog een keer eten. We zijn weer aangekomen bij ons hotel, jongens. En ik wil jullie eventjes het uitzicht van onze rooftop bar laten zien. Want dit is niet normaal. Kijk dit. Helemaal gestoord. Hier zie je het Empire State Building. Dit is toch niet normaal. Kijk nou. Het is echt zo cool. Oh my god. Dit is toch niet normaal, San. Even serieus. Vooral die kant. Ja, vooral deze kant. Helemaal lijp. When I was young, I fell in love. We used to hold hands, man, that was enough. Yeah. Then we grew up, started to touch. Used to kiss underneath the light on the back of the bus. I know your daddy didn't like me much, and he didn't believe me when I see you with a wall. Every day, she found a way out of the window. Zo, daar zijn we weer. We zijn onderweg naar onze D-Day plaats die Sanne heeft uitgezocht. Het heet Pizza Beach. Klinkt als Scheveningen, maar goed, geef haar het voordeel van de twijfel, want ze wil pizza. Dus ik ben heel benieuwd, waar is de ingang? Oh, hier denk ik. Ja. Let's go. Naar onderaan. Oh ja, er is hier ook een restaurant, dat heet Hair of the Dog. Nou, ik weet niet, maar daar kan je dus sowieso de klok op gelijk zetten dat de haren in je eten zit. Wie noemt zijn restaurant nou zo? Dat is zo raar. Nou, het is best leuk. Nou,
ik wil even de excuses van drukken dat het er best leuk uitziet. Doe maar even zout. Ja, oké. Okay. It's true, zo hoop dat het gratis is, maar dadelijk staat er gewoon $10 op de rekening. Maar het ziet er zeker leuk uit door deze lichtjes allemaal. Maar overdag is het denk ik zeker net Scheveningen. Het is inmiddels alweer de volgende dag en we zitten in een Uber onderweg naar Top of the Rock. Want wij slapen in Soho, dus we gaan nu helemaal naar het noorden om Top of the Rock op te gaan en van het uitzicht te genieten. Ik ben mega benieuwd. Het zonnetje schijnt weer. We hebben super veel geluk met het weer. Echt zo fantastisch. Maar ik ga jullie weer heel de dag meenemen en alle toffe plekken laten zien van het noorden van Manhattan. We gaan naar Times Square, Top of the Rock en alles wat daar in de buurt zit. Central Park niet te vergeten, dus let's go. She found her way out of the window to sneak out late. She used to meet me on the east side, in the city with the sun on set. And every day you know that we ride through the back streets of a blue Corvette. Baby, you know I just wanna leave tonight. We can go anywhere we wanna drive down to. We zijn aangekomen op het eerste dek van Top of the Rock, jongens, met dit waanzinnige uitzicht. Dit is toch niet normaal. Super goed uitzicht op het Empire State Building. En we zijn hier wat foto's aan het maken en gewoon genieten van de zon en het uitzicht. We hebben zo mega veel geluk met het weer. Dit is niet te doen. Kijk deze natuurlijke flair. Zo fantastisch. Echt zo fantastisch. We zijn inmiddels aangekomen aan de andere kant. En zoals je hier ziet is Central Park. Hoe vet is dit, jongens? Dit is een hele stuk groen tussen al die immense gebouwen. Het ziet er zo onrealistisch uit. Het is echt waanzinnig om hier naartoe te gaan. En omdat je vanaf Top of the Rock ook het Empire State Building ziet, zou ik deze zeker meer aanraden dan het Empire. We zijn helemaal op de bovenste verdieping aangekomen. En hier is dus een hek, maar geen glas meer. Kijk dit uitzicht. Ik kan er niet over uit. En kijk die zon op ons gezicht, jongens. Dit is toch fantastisch. Echt niet normaal. Je doet elke keer je mond open, vliegen aan het vangen. Maar maakt niet uit. Het is mega gezellig. En we zijn super happy om hier te staan. Want dit is echt niet te doen. Voor iedereen dus inderdaad een aanrader om hier naartoe te gaan. Ik geloof dat het iets van $45 is om hier omhoog te komen. Zou ik eventjes op de kaartjes moeten nakijken of omgerekend in euro. Kom ik later op terug. Wij gaan nu lopen naar Central Park, wat hier aan de overkant al te zien is. Dus daar gaan we even lekker chillen en genieten van wat natuur. Aan de voet van Top of the Rock heb je Rockefeller Center. En in de winter is hier altijd de allergrootste kerstboom met miljoenen lichtjes. En die zijn ze dus nu aan het opbouwen hier in de steigers. En beneden aan de kerstboom is de schaatsbaan. En die is al wel open, dus daar gaan we nu even een kijkje nemen. Ziet er mega gezellig uit. Zijn allemaal mensen al op het ijs. Dus echt super leuk om in de winter naar New York te gaan in ieder geval. Daarna gaan we een ontbijtje scoren en op zoek naar... Oh, het is groen. Op zoek naar Central Park. Het zal niet ver te zoeken zijn, maar mega leuk. We komen net hier achter van Fifth Avenue af en daar is al super veel kerstversiering, mega leuk, dus ik hoop dat we daar vanavond nog even kunnen kijken. Nu lopen we richting Central Park eindelijk. Ik ben mega benieuwd, het is super lekker weer, dus daar gaan we ook zeker even op een bankje chillen, maar ook de schaatsbaan zoeken. My love is yours if you're willing to take it. Give me a heart, you said I'm gonna break it. So come away, start it today. Start a new life together in a different place. We know that love is how all these ideas came to be. So baby, run away with me. 17, and we got a dream to have a family, a house and everything in between. Het is zo mooi hier, jongens. Kijk dit. Oh my god. We zijn aangekomen bij de schaatsbaan, jongens, en hoe leuk is dit? We zijn naast Central Park teruggelopen en we zijn nu aangekomen op Times Square.
Het blijft echt een extreem gekke huis. Het is niet normaal. Zoveel mensen en al die billboards. Als je hier staat, word je helemaal tureleurs. Maar als je een keer naar New York gaat, moet je het zeker gezien hebben. Ik ga het jullie even laten zien hier in de rond. En als het goed is, gaan we vanavond ook nog even kijken. Maar het is echt een complete gekke huis. Suddenly, we're 10:23 and we got pressure for taking our life more seriously. We got a debt in jobs and got bills to pay. Our old friends and now our enemies. And now I'm thinking back to when I was young, back to the day when I was falling in love. He used to meet me. We zijn aangekomen in een superleuk restaurant. Het heet Bobby Vans. En het is een hele chique tent, zoals je kan zien hoe het eruit ziet. Maar de prijzen zijn super betaalbaar. Normaal gesproken zou je hier dus echt voorbij lopen omdat je denkt, oh, het zal wel heel duur zijn. Maar dat is helemaal niet waar. Een pizza kost €20. En als we hier de straat uitlopen, zijn we direct weer terug op Times Square. Waar we straks, als het goed is, de hop-om, hop-off bus ingaan. Waar ik mega veel zin in heb om alle lichtjes te zien en lekker te relaxen gewoon in de bus te zitten. Maar we gaan eerst pizza eten. Nou, ik hoop echt voor je dat het... Lekker jappen! Nou, daar zitten we hoor, in de hop-on-hop-off bus voor de night tour. Helemaal leuk. We beginnen dus op Times Square. Dit is toch fantastisch jongens. Echt toeristischer kan niet. Maar we gaan alle lichtjes zien, dus dat is in ieder geval waanzinnig. En aan het eind laat ik even weten of dat het waard is. Maar ik denk het zeker wel. Ja, we rijden jongens. We rijden. Daar gaan we. Stapvoets langs alle highlights met alle lichtjes. Dit is toch fantastisch. Heineken, onze eigen Hollandse Heineken. Ja hoor, kijk hem eens shinen. Oh, weg. Here we go. We hebben geluk dat er file is. Dan kunnen we er langer over doen. We zijn uit de bus gestapt en gaan nu teruglopen. En we lopen dus nu langs Bryant Park en hier is een mega leuke kerstmarkt. Dus daar gaan we eventjes overheen lopen. De bus was ook vet leuk en vooral om over de Manhattan Bridge te gaan om dan de hele skyline verlicht te zien. Echt een aanrader. Wij hebben dus inderdaad, daar ben ik weer, de New York City Go Pass voor 3 activiteiten. En daardoor konden we dus vanochtend naar Top of the Rock en nu in de bus. En dan kunnen we morgen nog iets tofs doen. We weten nog niet wat, dus we gaan vanavond eventjes op de website kijken. Maar eerst de kerstmarkt nog even bekijken. Er zijn blijkbaar hele bekende, beroemde mensen hier. Band, denk ik. Ik heb geen flauw idee, maar het is super druk en we weten niet wie het is. Echt hilarisch. Maar goed, ik kwam eigenlijk om deze kalkoen op de foto te zetten, maar ze gaan allemaal rennen. Het is toch fantastisch? Goedemorgen allemaal. Ik loop nog steeds in New York. Dit is onze laatste hele dag. Mega jammer, maar we zijn net uit het hotel gelopen om een ontbijtje te scoren. Als het goed is, het zit hier gelijk al op de hoek naast ons hotel. The Butcher's Daughter, super lekker en allemaal vegetarisch, dus heel fijn. En ik heb er al heel veel over gelezen en over voorbij zien komen op social, dus ik ben zeer benieuwd. We hebben lekker gegeten.
gegeten bij de Butcher's Daughter. Sanne had een mega lekkere avocado toast en ik had een acai bowl. En we lopen nu door Financial District naar de ferry. Want als het goed is, gaan we of een tocht om het Vrijheidsbeeld maken of echt naar het eilandje toe. Dan moeten we even vragen wat de opties zijn. Maar ik ben in ieder geval heel benieuwd, want toen ik 7 jaar geleden hier was, toen zijn we er wel langs gevaren, maar niet het eilandje opgegaan. Dus ben benieuwd. Geweldig, jongens, geweldig! Sanne is wat stories aan het maken, maar we hebben de tickets. Kijk hoe leuk, jongens. En we lopen dus nu naar de ingang om te wachten welke boot we moeten nemen. Maar we zien hem al in de verte. Ik zal het zo even laten zien als ik de bocht doorloop, maar het is zo leuk. Echt zo leuk. Het is vandaag wat bewolkt trouwens. Maar dat mag de pret niet drukken, want we hebben 2 hele mooie dagen gehad. En het is gewoon mega chille temperatuur en droog. Kijken of ik hem kan laten zien. Echt precies als die paal omdat... Oh, nou, dit is niet echt heel... In het echt lijkt het wel iets dichterbij, jongens, maar we gaan er naartoe. We zitten op het schip. Het is geen ferry zoals ik eerder heb gehad, maar echt een hele grote boot. Dus we zijn naar de 3e verdieping gelopen, want dan kan je dus lekker buiten zitten. En dan varen we denk ik als eerst naar het eiland van Statue of Liberty. Maar eigenlijk zit ik gewoon niet te verzinnen. Ik weet het niet. We zien het wel. We zijn aangekomen met de ferry bij Statue of Liberty Island en hier zie je hem dus. Dit is toch fantastisch. En als je hier rechtdoor loopt, heb je deze waanzinnige skyline. Echt een aanrader. Het kostte maar $18 per persoon. Dus helemaal niet duur voor toeristische attracties hier in New York. Dus zeker doen. We staan weer in de rij, jongens, om de boot op te gaan. Je ziet hier nog een klein stukje van het Vrijheidsbeeld. Het was zo leuk. Echt heel cool. Lekker souvenirs gekocht. Oh ja, lekker souvenirs gekocht. Kijk hoe leuk het tasje is. Mag je het zien of niet? Nee, natuurlijk niet. Gaan we niet verklappen. We gaan de boot op en op zoek naar Magnolia Bakery. Mega veel zin in. Ik ga 10 Red Velvet cupcakes kopen en 10 potjes banana pudding. Maar we moeten het eerst nog vinden zonder wifi en zonder Google Maps. Zoals jullie konden zien waren we bij Magnolia geweest op Bleecker Street. En dat had ik even gefilmd met mijn telefoon omdat we onze handen vol hadden met cupcakes en stukken taart. Vervolgens kwamen we langs Joe Pizza, wat heel bekend is. Hebben we de pizza besteld, maar dat ding is bijna 1 meter. Dit is echt niet normaal. Dus we gaan kijken of dat we een taxi kunnen scoren om snel naar onze hotelkamer te komen. Maar dat is denk ik ook nog een uitdaging. Good morning. Goedemorgen allemaal, zoals jullie konden zien hebben we net afscheid genomen van ons uitzicht van onze hotelkamer. Mega jammer, want dat betekent dat we vandaag naar huis gaan. Zo geen zin in, maar goed, we zijn nog eventjes aan het shoppen. Chips gekocht voor in het vliegtuig en wat souvenirtjes voor thuis. En dan gaan we vanmiddag met de taxi naar de luchthaven. Laten we hopen dat deze vlucht niet gecanceld wordt. Of nu, zodat we nog wat langer kunnen blijven, maar niet pas daar. En dan gaan we helaas op huis aan. Maar goed, eerst nog even genieten van onze laatste ochtend en middag. We zijn aangekomen bij Jack's wife Frida. En hier gaan we ons Thanksgiving ontbijtje eten. Mega schattig. Ze hebben 3 filialen en wij zijn nu bij degene in Soho. We zijn aangekomen in een immense snoepwinkel. Kijk hier, die nerds verpakkingen, helemaal gestoord. Maar ze hebben dus ook knuffels en kijk deze patatjes. Dit is toch grandioos, je kan ze er zelfs uithalen. Echt zo cute, dit is niet te doen. Deze avocado. Zo schattig. En wat ik nog het meest leuk vind,
Het allerleukste is deze zak met cheesy puffs. Dit is toch geniaal. Kijk, al die hoofdjes. Echt fantastisch. Verder is het één en al snoep. Voor iedereen die Harry Potter kijkt en deze kikker herkent. Dit is toch fantastisch, jongens. Allemaal pocky sticks in 100.000 smaken. Echt een walhalla. Zo, van de ene foodspot naar de volgende foodspot. We zitten bij de Donut Pub. Mega leuk. En ik heb een geglaseerde donut, want ik ben mega benieuwd hoe een normale donut hier smaakt. En Sanne heeft dit monster, een red velvet donut. Maar het ziet er zo schattig uit, jongens. Echt niet normaal. Hierboven allemaal donuts. En hier een hele wand vol met donuts. Dus ik ben heel benieuwd. Super lekker. De Donut Pub, Soho. We zijn weer terug in het hotel om onze koffers op te halen. En wij verbleven dus in het Citizen M Bowery Hotel in Soho in de wijk Bowery. Ik weet de naam die niet focust, daar ben ik weer. En het is echt super modern. Echt een top hotel en ook ja, heel chill gelegen, dus in Soho. Niet extreem druk, maar wel gewoon midden in de stad in Manhattan. Dus zeker een aanrader als je hier ook naartoe wil. Verder gaan we nu een taxi pakken en met de bagage terug naar het vliegveld. We zijn helaas door de security heen. Nou ja, wel fijn natuurlijk dat dat gelukt is. Maar daarmee betekent het wel dat ik afscheid ga nemen voor deze video. Mega jammer. Ik had hier echt nog 600 weken willen blijven. Het was zo vet. Echt niet normaal. Als je ooit in New York bent geweest, dan zal je heel veel herkennen. Als je er nog nooit bent geweest, ga het doen, want het is fantastisch. Ook al hou je niet van drukte of van steden. New York is ook druk en een stad, maar zo anders. Het is echt magisch om een keer geweest te zijn. En zeker rond Kerst, Thanksgiving, Black Friday, Boxing Day. Alles in deze maanden is helemaal te gek. Daarvoor wil ik dus ook VSCA Reizen bedanken, want die heeft dit allemaal mogelijk gemaakt. Dus mocht je op zoek zijn naar een citytrip naar Amerika, Chicago, San Francisco, Washington, New York, alles wat je maar wil kan geregeld worden door VSCA Reizen. En het zijn op maat gemaakte reizen en iedereen verwacht inderdaad dat dat altijd extreem duur is, maar dat hoeft dus echt niet zo te zijn. We hebben een hele toffe trip gehad met een heel modern hotel en allerlei leuke highlights, dus gewoon doen. Je kan daar vrijblijvend informatie op vragen, dus echt een dikke aanrader. Verder gaan wij boarden en een lekkere lange vlucht tegemoet, dus lekker slapen en tot de volgende video vanuit, als het goed is, Wenen.